Ik sta hier bij het benzinestation in Hardenberg. Het is vrij rustig. Niemand te bekennen. De benzineprijzen zijn ook duidelijk aangegeven. We gaan even over de grens bij Wielen om te kijken hoe het morgen is en of het daar ook zo rustig is aan de benzinepomp. Want ik heb begrepen dat heel veel Hardenbergers over de grens gaan tanken. Ja, de benzineprijzen in Nederland en Duitsland zijn duidelijk anders. De super staat hier op 1,42 en in Nederland op 1,80. U ziet hier op de grens, op een grensstation bij Wielen, net over de grens met Hardenberg, dat rijen automobilisten aan het tanken zijn, of in ieder geval aan het wachten zijn om goedkoper te kunnen tanken. Even kijken wat de drijfveer is. Hallo meneer, mag ik even wat vragen? Speciaal Nederland tanken in Duitsland? Ja. Is het veel voordeliger dan? Ja, volgens mij wel. Ja. Komt hij van ver of komt hij net over de grens? Net over de grens. Net over de grens. Oké, het is hier behoorlijk druk zo te zien. Ja. Dag meneer, u bent... merkt u het verschil sinds 1 januari dat er meer mensen komen tanken hier bij u in Duitsland? Ja. Ja? Ik zie dat er heel veel automobilisten uit Nederland staan te tanken. Ja, het was altijd al populair, geloof ik. Ja, een dag ongeveer 50 tanken of meer. Oh ja? Dus u ziet duidelijk het verschil. Ja. Dus u moet ook meer brandstof inkopen? Ja. Ja. Dus u bent er eigenlijk wel blij mee, denk ik? Ja. Ja. Want ja, het is toch interessant voor een ondernemer? Dat is zo, ja. Ja, ja. Oké. Okay. En blijft de prijs een beetje, het verschil, blijft dat de komende tijd, denkt u? Ja, het is moeilijk te zeggen misschien. Ja, maar, dat is wat te zeggen. Maar de accijnzen in Duitsland zijn toch wat lager dan in Nederland, dacht ik, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Dat wel, ja. Oké, okay, maar u hebt het allemaal nog onder controle? Ja. U hoeft geen aanpassingen te doen wat betreft auto's of zo? Nee, dat heb ik al, ja. Oké, okay, ja. Nou, bedankt voor uw reactie. Ja, wachtende chauffeurs. Goedemorgen meneer. Ja, kunt u het een beetje opbrengen om te wachten? Ja hoor, geen probleem. Vindt u het de moeite? Ja, het is de moeite. Ja, een volle tank. Wat is het verschil tussen Duitsland en Nederland? Weet u dan in uw geval? Ongeveer 15 cent. 15 cent, dus en hoeveel kan er in de tank? Ja, er gaat 40 liter in. Ja, dus u bent speciaal naar Wielen gekomen om te tanken? Maar... Maakt niks uit, ik woon maar een paar kilometer hier vandaan. Oh ja, dus wat dat betreft is het wel interessant. Het is voor mij... U komt hier eigenlijk altijd tanken. Is het altijd zo druk de afgelopen tijd? Nee hoor. Nee, het is nu wel bijzonder vandaag. Het is nu vandaag wel bijzonder. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, sterkte met het wachten. Ja, gaat goed komen. Dag. Ja.